welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag is het een jaar geleden dat mama overleden is, dat we eigenlijk het nieuws hebben gekregen dat mama gestorven is. Dat was wel rond een uur of acht of zo, maar het is gewoon de dag algemeen eigenlijk. Hoe voel ik me nu? Ik voel me echt wel een beetje zo van, moeilijk. Ik heb ook al geweend, dat is logisch. Maar als je kijkt op het jaar eigenlijk, want dat wat ik hier ga doen, vergeleken met vorig jaar, dan stond ik hier alleen met Miranda, met Kenny, Natasha en Enzo. En nu, een jaar later, heb ik eigenlijk wel heel veel mensen in mijn vriendenlijst. Zoals bijvoorbeeld Gitte, Stijn, Kathleen, een zoon. Nog steeds Kenny natuurlijk. Nog altijd Natasha en zo. Silken, Elga, Vele, Mama Panda, Kelly, Mitzi en nog heel veel andere mensen. Ik ga ze niet aan opnoemen, dan ben ik morgen nog bezig. En druk ik het in totaal. En ja, dat voelt wel goed. Eigenlijk alleen Miranda is weggevallen doordat ze gestorven is. Dat weten jullie allemaal wel. En ja, het is ook wel een beetje raar eigenlijk. De dag is ook heel raar, omdat je zo beseft van, het is al zo snel dat eigenlijk gaat. Een jaar geleden, het jaar is zo voorbij gevlogen eigenlijk. Maar het jaar is eigenlijk wel positief begonnen. Ik heb op 1 januari gezegd van, kijk, ik ga me niet meer zo down voelen. Ik ga gewoon mezelf zijn. Dat zie je ook op de TikTok-filmpjes die ik nu maak. Ik ben gewoon mezelf. Natuurlijk wel een beetje uit context getrokken. Ik ga geen baby eten of zo. Ook zelf. Ik ben ook al zelf veranderd. Want ja, een jaar geleden had ik nog geen testosteron genomen. Dus was ik echt nog een meisjesstem. En dat is eigenlijk wel raar om het nu als een jaar geleden eigenlijk op te nemen. Eigenlijk de dag zelf, wat het een jaar geleden is. Hoe gaat het eigenlijk op vlak met dat omgaan eigenlijk? Er zijn wel nog momenten dat je denkt van, bijvoorbeeld als je met Enzo ergens naartoe gaat of Enzo doet iets. Dan ben ik al zo van iets van, ja, hoe gaat het eigenlijk? En ik wil dat tonen aan mama, maar dat gaat niet. En dan voel ik er wel zo een beetje zo van, nou, dat gaat niet, dat is heel moeilijk. Ook nu ik wat meer een jongen ben, dan voel ik me ook al zo van, ja, ik kan het niet tonen, ik kan het niet laten zien. Hoe zou ze erop reageren? Zou ze trots zijn? Sowieso, dat weet ik ook wel. Maar dat is heel moeilijk eigenlijk ook wel. En dat is nog altijd moeilijk. Ook als je nu een vrienden leert kennen of je hebt met die vrienden leuk gedaan. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld live gegaan. Of Gieten stond voor de deur of zo van die dingen allemaal. Dan weet je dat delen met moeder, maar dat gaat niet. En dat is dan heel moeilijk eigenlijk. Dan ga ik al vaak naar het kerkhof om dat te doen eigenlijk. Jullie gaan ook altijd mee naar het kerkhof als je daar naartoe gaat. En dat maakt het ons ook wel heel moeilijk eigenlijk om daarover over te denken eigenlijk. Het is soms wel moeilijk, maar niet meer zo lekker een jaar geleden. Een jaar geleden was ik echt down, dan had ik ook niet zo goed. Dan had ik totaal geen zin. Dan zou ik nu zeggen van, ik kom niet. Of ik doe dit of ik doe dat. Nee, dat is het helemaal niet. En ik heb echt wel een klik gemaakt eigenlijk van, ik moet mijn leven in handen pakken. Ik moet voor mijn peterkindje eigenlijk het leven in handen nemen. Mijn peterkindje is alles. Daar doe ik ook alles voor. Mijn peterkindje is echt top. En is echt een top man. Alles wat ik daarmee doe, doe ik met veel plezier. Dat is naar het bos wandelen. Die video die hebben jullie gezien. Dat is echt alles. Als het zo is, dan kan ik kilometers wandelen. Dan zou ik heel de berg kunnen. Ook al zeg je een berg. Maar als ik... Dus ik ben ook al wat vermagerd en zo. Ik probeer ook wel mijn eten te laten. Ik kook ook nu meer. Ik eet ook gezond. Snoepen doe ik niet zo heel veel. Nu ja, een steen dat gebracht is, ga ik dan natuurlijk opeten, dat is logisch. Maar ik ben eigenlijk wel een persoon die eigenlijk wat meer op zijn voeding laat. Wat meer fruit eet. Wat meer water. Wat meer zo'n ding eigenlijk allemaal. En daar ben ik wel heel trots op eigenlijk. En ik ben blij dat ik elke morgen kan opstaan met een lach. En dat ik kan gaan slapen met een lach. Ik heb het deze week heel moeilijk gehad om te gaan slapen. Omdat je ook al die herinneringen terug ziet. Je ziet ook al die foto's terug. Waar dat mama eigenlijk niet zo goed was. En zo'n ding allemaal. Ik ga het even laten zien. Even jullie erbij pakken. Want dat weet ik heel belangrijk om zo een verhaal te voeren. Om jullie er even bij te pakken. De foto's. Omdat dat toch wel gemakkelijk is als je de foto's ziet. Dan dat je dat moet uitleggen aan de mensen. Dus ik ga het even pakken. Wacht, dat is mijn foto mee. Even naar beneden scrollen, want het zijn herinneringen. Hier, voilà. De foto's. Ik ga bewust de ene foto pakken. Deze. Daar zie je Enzo niet echt op. Dit is zo de foto die toen gemaakt is. Ongeveer
dat was toen op een dinsdag, toen mama ook al niet meer zo goed was. En dat is, ja, dat is nog altijd dat terugziet eigenlijk, maar altijd een hele, ja, mail mensen zeggen van, ja, dat zet je toch niet op Facebook. Dat is echt een foto van waar ik dacht van, oh my god. Van, die jongen die beseft misschien een stukje wel van, ik neem afscheid van iemand heel bijzonder eigenlijk. En nou, dat blijft me altijd bij. Dit was toen het doodkaart dat we gemaakt hadden. Het doodkaartje. Ook heel leuk eigenlijk om dat nog eens terug te zien eigenlijk. En ja. En dan heb je hier ook nog deze herinnering. Deze. Die ze toen in het ziekenhuis hadden geplaatst eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk allemaal zo'n herinneringen die dan ook geplaatst worden. En dat je dan ook zo leest van dat. En vind ik echt wel leuk. Ik heb nu ook een tekst geplaatst op. Vandaag is het een jaar geleden. Hé mama, ik mis je nog steeds. Hart. Jij begrijpt mijn zonder woorden. Hopelijk hierboven gelukkig bent. Ook leuke dingen doet. Ik weet dat jij over me waakt en voor me zorgt dat er zoveel nieuwe mensen hebt leren kennen. Elke keer als je mijn petekind iets nieuws kan, dan wil ik dat tonen aan jou. En dan breekt mijn hart in twee. Ik weet dat het niet meer kan. Ik wil ook had kunnen meemaken dat ik een echte jongen werd. Elke dag vecht ik tegen het verdriet. Maar door weet ik dat ik dit kan. Maar vandaag ga je toch me even laten gaan en wenen en wenen. Jij bent een topper, je bent een geweldige mama. Ik hou van jou. En ik heb dat dan ook op Instagram gezet. De tekst. Even bijpakken. Ik heb het twee keer geplaatst. Had ik een andere tekst. Waarom ik nou overal. Dan heb ik dit geschreven. Vandaag is het een jaar geleden dat je de strijd verloren bent tegen kanker. Je hebt gevochten als een leeuw. Ik mis je nog elke dag, maar je was heel apart. Jij was zo dapper als een held. Elke dag vragen mensen nog achter jou en dat vind ik zo leuk. Dankzij jou ook nieuwe vrienden leren kennen voor het leven. Ik hoop dat je hierboven gelukkig mag zijn. Dat is eigenlijk wel een hele mooie tekst. En dan heb ik op mijn andere Instagram ook nog een tekst geschreven. En dat is, ik moet misschien ook op tijd vertrekken, want ik moet naar mijn broer toe. Het is vandaag een jaar geleden dat ik jou moest afgeven. Je hebt altijd heel hard gevochten tegen de kanker, maar helaas de strijd verloren. Jij bent voor altijd een held. Mijn grote voorbeeld. Er is geen dag voorbij gegaan dat ik u niet mis. Maar dankzij jou heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen die me steunen, die er zijn. Ik hou van jou. Elke dag, als ik mijn petekind in stof doe of iets nieuws kan, wil ik het tonen en vertellen. Ik wou uw stem kon horen. Mij kon zien als een man. Mij vastpakken als het even niet meer gaat. Ik mis je. Bedankt voor alle mooie jaren. En voor alle mensen die denken van, oh, dat alles. Ze heeft het ook nog eens moeten plaatsen. Allee, moeten plaatsen is een groot woord op TikTok. Want dat vond ik wel heel belangrijk dat het ook op TikTok stond. En daar heb ik ook nog een tekst gemaakt. Waar dat dus, dan heb ik een filmpje gemaakt. Dat is het filmpje. Ik ga het even laten zien. Dat is de tekst die ik heb gemaakt. Voilà. En dan ga ik de tekst eventjes voorlezen. Zo, voilà. Een jaar geleden dat je van ons heen gegaan bent. Elke dag denk ik nog aan jou. Jij was een topper, ma. En een top oma. Ik hoop dat je in de hemel gelukkig bent. Bedankt voor de mooiste jaren die je ons gegeven hebt. Ik weet dat jij voor mij zorgt. Ik heb nieuwe vrienden leren kennen. Jij bent ook steeds heel van omheen. Elke dag in de live, op straat, vragen ze achter jou. We love you, mama. Dus dat zijn de dingen eigenlijk allemaal. En dat was gewoon, ik mis je zo. Ik mis je meer en meer. En dat was dan het liedje. Maar ja, als je dat hier zo daar toont, dan zeggen ze weer, het is en het mag niet. Want het is rechten van het artiest. En dat mag dat niet. Dus daarmee dat ik het zo doe. Dus dat is eigenlijk een beetje de tekst eigenlijk die ik heb gemaakt. Ken heeft ook trouwens op zijn zijn dingen heeft hij ook iets gemaakt. Ik zal het eventjes laten zien. Want ik vind het wel belangrijk dat Kenny ook. Kenny praat er eigenlijk nooit echt heel veel over zijn mama. Ik denk dat hij daar nog altijd heel moeilijk mee heeft, maar hij praat er eigenlijk nooit over. Maar als er iets moet geplaatst worden, dan plaatst hij dat ook altijd in zijn dingen. Dus dat vind ik ook altijd wel heel leuk. En dit heeft hij geplaatst. Dus met een tekst eigenlijk er allemaal op. En dat vind ik wel leuk dat hij dat geplaatst heeft. Dus ja. Volg ons ook zeker allemaal op TikTok. En, want daar praten we soms ook dingen over. We praten ook over in de live, over mama. Maar ik zeg het, mama wordt eigenlijk nog altijd elke dag herkend. Omdat, gewoon door superfans. Superfans is eigenlijk iets waardoor die eigenlijk al heel vaak wordt aangesproken, wordt herkend eigenlijk. En dat is ook wel heel leuk eigenlijk. Dat je dat zo
merkt eigenlijk. En dan is op straat van, ja, hoe is het met je mama? Wat doet ze nu? Is ze al beter? En dan moet je echt weten tegen die mensen van... dan zie je echt dat er een probleem is. En dan zie je echt van, ja, je moet het dan vertellen. Sommige mensen kun je dat gewoon vertellen van, ja, die is gestorven aan kanker. En sommige mensen zeg ik gewoon, ja, die is gestorven. Omdat je soms ook wel zegt van, ja, hoe dat je voelt. Hey, soms voel je goed en dan denk je van, ja, vraag maar. Maar soms heb je zoiets van, het is niet het moment om te vragen. Maar ja, je wilt ook niet liegen, dus je zegt dan, ja, het is dood. Het is dood, dat is genoeg. En dan zien die mensen kijken zo. Dat heb ik ook vaak in de live, dat, mama, dat ze ook vragen achter mama, dat ze vragen van, heeft hij meegedaan aan superfans? Dan zeg ik, ja, en dan krijg je dus dan die vragen, is hij nog steeds fan, bla bla bla. Omdat ze ook soms missen dat die gestorven is. En dat is soms wel heel vervelend. Maar je moet erdoor, je moet het gewoon door. En je moet ook om duur gewoon dat aanpakken. En dan doe je dat ook gewoon, en dan vertel je dat gewoon. Dan zeg ik gewoon, oké, dat en dat. Ik heb daar geen problemen mee. Maar het is wel heel moeilijk eigenlijk, om het elke keer opnieuw te moeten achterhalen. Dus daarom ik ook elke opnieuw keer hetzelfde verhaal vertel. Ik heb er ook een verhaal over verteld, over TikTok, wat ik het laatst verteld heb. Ik kan het wel laten zien. Even op antwoorden. Dan zal ik het jullie laten zien wat ik heb gezegd. Veel mensen die dat misschien hebben gezien op TikTok. Want ik weet dat er heel veel mensen nu mij ook volgen op mijn YouTube kanaal. Dat vind ik echt heel top. Ik wil ook even zeggen dankjewel daarvoor dat je dat doet. Want dat vind ik echt super leuk. Ik ga het eventjes laten zien. Ik heb de vraag wel verkeerd gelezen. Heb ik nu na zoveel weken door. Maar ja, ik heb toch geantwoord, maar het is verkeerd geantwoord eigenlijk. Maar ik kan daar nog even wel eens een keer terecht zetten. Dus dit is wat het is. Ik wacht het geluid nog aan, anders ga je het niet horen. Dat was van We Love You. Bedankt voor mij te zorgen. Ook om er voor mij altijd te zijn. Ja, en dat we haar zullen missen natuurlijk. En dat... ik zeer goed zal zorgen voor mijn petekindje en voor de Kenny, mijn broer. Dat heb ik zo'n beetje gezegd. Ja, en voor de rest eigenlijk niet zo heel veel meer, want... ja, op dat moment weet je ook niet zo goed wat je moet zeggen. Je wilt wel iets zeggen, maar dat gaat ook niet zo. Omdat je beseft van ja, het is de laatste keer dat je het gaat zien en dan ben je toch altijd emotioneel. Maar ik vind het wel een heel goede vraag eigenlijk. Dus... ja. Wat was het laatste dat je tegen... Maar eigenlijk is de vraag, wat was het laatste dat je mama tegen je zei? Maar dat heb je dus verkeerd gelezen, mensen. Dus ik heb dat dus ook verkeerd opgenomen. Maar wat mama dus het laatste gezegd tegen mij was van... ja, het komt allemaal goed en we moeten geen zorgen maken en zo. En ik hou van u en zo'n dingen eigenlijk allemaal. En heb je nog gesproken met Kies Verbeke? Want ja, ik wil graag met Kies Verbeke nog iets zeggen en zo van die dingen allemaal. En ik zo, ja, ik heb die nog gesproken en zo. En ja, dat heb ik eigenlijk gedaan. Dat heb ik eigenlijk een beetje gezegd. En dat vind ik al nu, ja, dat ik al sowieso nog opnieuw opnemen. Maar op dat moment was ik zo van slag dat ik dat gewoon verkeerd gelezen heb. Ik kwam terug van school, denk ik, op dat moment. En ik dacht van, ja, oké, we gaan dat gewoon opnemen. En ik heb die vraag dus verkeerd gelezen. Maar aan de andere kant weten mensen nu wel wat ik heb gezegd. Dus ik ga die vraag gewoon nog eens opnieuw doen, eigenlijk. En dan zie ik het wel. Ik ga eens kijken waar die staat. Ik weet niet of je dat opnieuw kunt doen. Maar ik neem die gewoon nog eens twee keer op. Ik ga eens kijken wat dat kan. Ik denk dat wel als je die twee keer opneemt. Ik ga wel dat filmpje, dat één filmpje, downloaden voor de zekerheid. Dan ben ik zeker dat als het er aflekt, dat ik het er gewoon terug kan opplaatsen. Moest het nodig zijn. Dus ja, wel speciaal eigenlijk. Ik vind het wel speciaal eigenlijk. Het is nu 4:00. Om 4:30 moet ik vertrekken. Dan ga ik naar de Kenny. Omdat we daar ook nog een herinnering gaan doen en zo'n ding. Allemaal kaars gaan branden. Nu heb je dat aangezet, dus dan moet ik ook zien dat ik dat geluid afzet, want anders dan is dat weer hetzelfde voor. Dus dat is het een beetje. Hebben jullie ook herinneringen aan mama? Hebben jullie ook zoiets van die vlog of dat? Vond ik toen leuk dat ze dat vertelde eigenlijk. Laat even hier weten. Ik ben nog altijd op zoek naar
heel veel verhalen die je met mama misschien meegemaakt hebt. En die mag je altijd hieronder nog plaatsen. Dus heb je iets meegemaakt met mama, positief natuurlijk, laat hieronder eventjes weten. En dan zal ik daar zeker op reageren. Dit was de video. Bedankt om te kijken. En tikke, tikke, tikke duim. En vergeet niet te abonneren.